Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 1 januari en ik zie bij best wel veel booktubers een video voorbij komen waarin ze het jaar doorgaan van boeken die ze hebben gelezen en dat ze daarin vertellen of ze een boek wel of niet zullen aanraden. Ik dacht dat wil ik ook doen, maar ik kan dat niet doen, want boeken die ik niet zou aanraden doe ik ook meteen mijn huis uit en die heb ik dus niet meer. Dus ik dacht ik ga daar gewoon een variatie op maken. Ik trek mijn boekenkasten leeg van alle boeken die ik heb gelezen. Gewoon überhaupt, sinds ik ben begonnen met boeken verzamelen. Dit is vooral mijn seriekast. Daarvan heb ik nu gewoon even de eerste delen allemaal gepakt. Ik zie echt bijna niks door de zon hier. Jeetje, schijnt die zon eens een keer? Is het ook niet goed. Daar zie je de boekenkast met alle boeken die nog ongelezen zijn. En daarachter is de boekenkast van boeken die ik gelezen heb. Dus die ga ik zo ook even leegtrekken. Ik heb nu eerst alleen eventjes deze gedaan. De rest komt allemaal zo. Ik zet hem dan even op pauze en dan gaan we het doen. Eigenlijk alle boeken die ik bewaar, dat zijn boeken die ik 4 sterren of hoger geef. Of waar ik gewoon hele mooie herinneringen of iets aan heb. Dus dat zal ik per boek ook wel eventjes met jullie doornemen. Ik heb namelijk een vrij klein huis. Dus het lukt mij niet om alle boeken te bewaren. Wat fel die zon, jeetje. Het lukt mij niet om al die boeken te bewaren. Dus ik moet echt goed selectief gaan kijken welke boeken bewaar ik en welke boeken ga ik uiteindelijk weer wegdoen. Dus ik heb gewoon voor mezelf bedacht, alles wat 4 sterren is of hoger, of waarvan ik zeg, die wil ik gewoon heel erg graag bewaren, omdat er herinneringen aan zitten, of omdat ik ze nog wel een keertje wil gaan lezen. Of omdat ze deel van de serie zijn en ik wil de serie nog wel verder gaan sparen. Die staan nog in mijn boekenkast. Dus die gaan wij doornemen vandaag. Ik heb geen idee hoeveel er zijn. Het zijn er best wel wat. Dus laten we maar gewoon snel gaan beginnen met boeken die sowieso in mijn kast mogen blijven staan. Allereerst, ik heb nu even de Engelse versie gepakt. Harry Potter. Deze serie heb ik in het Nederlands en in het Engels. Dus die heb ik dubbel. Maar ja, het spreekt voor zich waarom deze natuurlijk in mijn kast mag blijven staan. Een van mijn favoriete series ooit. Ja, wat moet ik hierover zeggen? Tuurlijk mag deze serie in mijn kast blijven staan. Ik wil zelfs de Engelse serie ook gaan kopen. En fun fact, deel 1 hiervan heb ik in 3 versies. Ik heb de hele oude koffers. Ik heb deze koffers. En ik heb nu de nieuwe limited editie koffers hiervan. Ja, maar goed, deze blijven natuurlijk altijd gewoon in mijn kast staan. Verder heb ik alles gewoon een beetje random gedaan. De serie die ook in mijn kast mag blijven staan is de serie van Chris Carter. Ik heb eventjes deel 1 gepakt, Handtekening van het Kwaad. Maar hier zo achter heb ik ook de andere delen staan, deel 2, 3 en 4. En als het goed is, komt deze maand deel 5 uit. Ik hou van deze serie, die mag sowieso in mijn kast blijven staan. Thrillerserie. Bloederig, gruwelijk, heerlijk, love it. Welke natuurlijk ook in mijn kast mag blijven staan is Fourth Ring van Rebecca Yarros. Ik heb heel veel zin in deel 2, dus ja, daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar tuurlijk, ereplekje zelfs. Ook serie die er mag blijven is Het Koninkrijk der Bruggen van Daniel L. Jensen. Dit is deel 1, deel 2 staat daar. Die oranje, dat is deel 2. En als het goed is, komt er een soort van spin-off van. En die komt ook ergens dit jaar uit. Heel veel zin in. Een hele leuke fantasy serie om... Eigenlijk best wel makkelijk om te lezen als je nog een beetje nieuw bent in het fantasy genre. Een van mijn all-time favoriete series. Niet per se omdat het heel erg goed is, maar omdat het gewoon echt een guilty pleasure van mij is. Dat is de selectieserie. Dit is deel 1. En ik heb... Hier zo deel 2, 3, 4 en 5 staan. Dit is zo lekker om gewoon hersenloos weer een keertje opnieuw te lezen. Als ik ooit echt in een leestip zit of zo, kan ik deze serie erbij pakken. En heerlijk. Het is een beetje The Bachelor, dat tv-programma, zoiets. Maar dan koninklijk. Edward's Keuze. Ik heb nu even deel 1, maar deel 2 en deel 3 staan daar zo. Ik heb het al vaker in mijn video's over gehad. Een soort van familiegeheimen wat zich enerzijds afspeelt in 1902 en anderzijds in het heden. Zo leuk om te lezen. Echt zo leuk om te lezen.
dan, de Genezer van Zamenhof. Ook dit is een deel 1 en deel 2 en deel 3 staan ergens hier in deze kast. Supergoeie serie, supergoeie personages. Ook heel fijn om in te gaan beginnen als je nog niet zo heel veel fantasy hebt gelezen. Dan heb ik Leugenaar van Charlotte Link. Dit is een thriller serie. Dit is deel 1. Ik heb hieronder heb ik deel 2, 3 en 4 geloof ik staan. En dit is een hele toffe thriller serie waarbij je als lezer ook echt lijntjes en verbanden kan gaan trekken om uiteindelijk erachter te komen wat er gebeurt, wie de dader is. Het zijn wel dikke boeken, maar heel erg leuk om te lezen. Moordgids voor lieve meisjes, wederom, dit is deel 1. Hier zo staan deel 2 en 3. Young adult, fantastisch. Zou ik echt aan iedereen aanraden om te lezen. Het is zo leuk om te lezen. Niet eens per se dat je zegt mega, mega, mega goed. Maar het is gewoon zo vermakelijk, zo leuk. Love it. Hele leuke personages. Lekker moordzaak bespreken. Heerlijk. Dan de Grisha-trilogie. Moet ik zeggen dat op zich de Grisha-trilogie niet per se een favoriet van mij was. Maar ik vond de spin-offs daarvan wel heel erg goed. En ik vind de koffers ook gewoon leuk. Staat leuk in de kast. Dus ik dacht, deze mogen sowieso in mijn kast blijven. Is ook een tv-serie van gemaakt. Ook heel erg leuk om te kijken. Fantasy. De spin-off daarvan bestaat uit twee delen. Enerzijds de Verminkte Koning en volgens mij deel 2 Oordeel van de Wolf. Gaat over Nikolai die je leert kennen in de Grisha-trilogie. Wat lastiger. Dit is een wat moeilijker te lezen fantasy. Maar ik vond het wel echt heel goed. En ik heb heel veel zin om deze ook weer opnieuw te gaan lezen. Dan een van mijn favoriete duologieën aller tijden. En dat is de Kraaien-duologie. Is ook een soort van spin-off van de Grisha-trilogie. Alleen volg je hier hele andere personages. Je volgt 6 outcasts die een soort van quest moeten gaan doen om elkaar te redden en geld te verdienen. En dat echt heel erg leuk. Komen ook terug in de tv-serie van de Grisha. Dan hebben we natuurlijk Akutar, Hof van Doorn en zijn Roos. Ik heb nu eventjes deel 1 gepakt, maar de andere delen staan ook in mijn kast. Ik heb deze serie in 2022 herlezen. Ik denk dat ik ze in 2020 voor het eerst heb gelezen, nog voordat ik Bookstagram begon. Toen corona net begonnen was, toen heb ik in een week alle delen gelezen. Toen ben ik weer helemaal into het lezen gekomen. En ja, ik heb ze in 2022 weer herlezen. En misschien dat ik ze volgend jaar ook wel weer ga herlezen, want love deze serie. Fantasy. Ietsjes ingewikkelder, maar hele goed fantasy serie. Over ingewikkelde fantasy series gesproken. Huis van Aarde en Bloed. Dit is deel 1 van de Crescent City serie. Ook van Sarah J. Maas. En ik heb deel 2 nog niet gelezen. Deel 3 komt deze maand uit. Dus ik twijfel of ik ze nu ga lezen. Of dat ik gewoon nog even wacht. Ik weet het niet. Want het is veel te ingewikkeld. Maar wel echt onwijs tof. Dus ook deze deel 1 en deel 2 staat daarboven. Mogen in mijn kast blijven staan. We gaan er best wel snel doorheen zo. Wel fijn, ik kan hier overal snel doorheen gaan. Maar ik heb nog heel veel boeken te gaan. Dus ja. Dan heb ik Gallant van V.E. Schwab. Dit is ja, een soort van, ja, ook niet sprookjes, ook niet roman, ook niet fantasy. Ik weet niet onder wat voor genre ik dit moet gaan scharen. Maar het is een, het boek is even prachtig als dat hij eruit ziet. Laten we het daarop houden. Ik heb hem 5 sterren gegeven. Ik vond hem echt, echt heel erg mooi. Ik zou hem heel graag nog een keertje willen lezen. En dan hebben we Het Onzichtbare Leven van Eddie LaRue. Ook van V.E. Schwab. Dit verhaal is echt een van mijn favoriete verhalen ooit. Gaat over een meisje die altijd vergeten wordt. Dus zodra mensen haar hun rug toekeren of de deur uitlopen, zijn ze vergeten wie zij was. En zij leeft ook nog eens altijd. Zij kan niet doodgaan. Dus dat is natuurlijk een heel eenzaam bestaan. Heel erg mooi verhaal. Dat zijn de eerste stapels boeken van series. Of in ieder geval de boeken die in deze kast van mij staan. Dus laten we snel deze terug gaan zetten. En de andere boeken erbij gaan pakken. Oké, ik heb weer even een nieuwe stapel erbij gepakt. Dus we gaan weer door met de volgende boeken. Ik heb ze op kleur gesorteerd.
Dus ik ga proberen ze ook zo weer goed in de kast terug te zetten. Want daar heb ik dus even niet zo goed over nagedacht. Nu. Maar goed. Reisverslag van een kat heb ik gelezen. Een paar jaar geleden. Prachtig, ontroerend verhaal. Is een Japans verhaal. Gaat over een man die vindt een kat op straat en dan worden zij vrienden en eigenlijk redden ze een soort van elkaars leven. En uiteindelijk gaan ze samen op reis met een doel. En wat het doel daarvan is, daar kom je als lezer achter. Hartverscheurend. Echt hartverscheurend. Maar prachtig. Daar waar de rivier kreeg te zingen, deze heb ik in 2022 gelezen en was een van mijn favoriete boeken van 2022. Ik vond hem prachtig. Ik vond hem zelf zo prachtig dat ik hem ook in het Engels heb gekocht. Maar die liggen ergens op een andere stapel, dus daar komen we straks bij. Zal je vast wel van gehoord hebben, is ook verfilmd. Gaat over Kaya en zij leeft in een moeras. En in dat moeras is zij gewoon heel erg afgezonderd van de buitenwereld. Dan op een dag wordt er een jongen vermoord en eigenlijk wijst iedereen naar Kaya. Omdat het best wel makkelijk is om haar als zondebok aan te wijzen. Omdat zij toch wel een beetje het vreemde meisje is, zeg maar. Ja, of zij het heeft gedaan of niet. Daar moet je achter komen om te gaan lezen. Prachtige natuurbeschrijvingen. Heel mooi verhaal over ook de ontwikkeling van een sterke jonge vrouw. Daar hou ik wel altijd wel van. 5 sterren heb ik die natuurlijk gegeven. Dan hebben we Koning van Katoren. Dit is de Geef een boek cadeau uitvoering. Ik heb deze vroeger als kind gelezen. Toen vond ik hem heel erg tof. Ik heb hem toen... Van wanneer was dit? Wanneer is hij... uitgekomen voor Geef een boek cadeau. Kan ik dat hier zien? 2020. Ja. Hij is in 2020 uitgekomen. En ik plak vaak briefjes in mijn boeken. Want dat vind ik fijn om dan uiteindelijk terug te zien. En daar staat, ik heb hem gekocht voor de Geef een boek cadeau actie. Ik heb hem gelezen op mijn balkon op Koningsdag 28 april 2020. En ik had hem 4 sterren gegeven. Ja, het is niet per se een boek van ik zeg, die moet ik houden. Maar ik vind wel, dit is wel zo'n soort van Nederlandse klassieker die ik wel in mijn kast wil hebben staan. Dus het is een dunnetje, die mag erin blijven. Dan een van mijn favoriete boeken aller tijden. En ik heb hem in 2024 of 2023 niet eens gelezen. Schande. Deze moet ik in 2024 maar weer gaan herlezen. Kruistocht in Spijkerbroek. Het is fantastisch. Dit boek is echt een van mijn all-time favoriete boeken. Al kan ik me voorstellen als je hem nu voor het eerst zou lezen, dat je hem misschien niet heel erg goed vindt. Maar ik ben hiermee opgegroeid. Voor mij is dit echt gewoon terugkomen, thuiskomen. Dit is gewoon perfectie. Ik heb erin geschreven, een van mijn favoriete boeken ooit. Ik lees of luister hem bijna elk jaar weer opnieuw. Ik heb hem gekocht in 2019. Ik heb hem gelezen in januari 2019, april 2020, maart 2021, juli 2022. En niet in 2023. Mijn streak! Oh! Ik moet deze echt heel snel weer gaan lezen. Of als luisterboek luisteren, omdat ik deze ook heel fijn vind als audioboek. Misschien ga ik dat binnenkort wel even doen. Love it! Dan heb ik in mijn kast staan Brieven aan het Hoge Nest. Deze heb ik geloof ik 3 sterren gegeven. Maar je hebt zeg maar het Hoge Nest. Daar komen we straks bij. Een van de beste boeken ooit geschreven. En dit zijn allemaal brieven die naar de auteur zijn gestuurd als reactie op het Hoge Nest. En deze heeft zij uiteindelijk gebundeld en uitgegeven in een klein dun boekje. Dus wat dat betreft zeker een goede aanvulling op het Hoge Nest. Want dan zie je dus ook allemaal reacties van mensen die zeggen... Oh ja, ik weet nog wel, mijn buurvrouw woonde toen ook daar en die dit en dit. Of hey, die persoon die je noemde, dat is mijn oma. Zulke dingen. Dan hebben we... haar naam was Sarah. Deze heb ik... gelezen in december 2022 heb ik 4 sterren gegeven omdat ik zelf de film eerlijk gezegd sterker vond. Maar dat heb ik vaker als ik eerst een film kijk en dan pas het boek lees. Ik vond het een goed boek. Ik vind wel dat dit ook wel een soort van klassieker is die ik in mijn kast moet hebben staan. Het gaat dus over de Tweede Wereldoorlog en een meisje die is nog kind en die wordt dan opgepakt met haar ouders. En zij weet uiteindelijk te ontsnappen en weer terug te gaan naar haar ouderlijk huis.
Dan een van de beste boeken ooit, De Boekendief van Marcus Zusak. Ik weet niet eens wanneer ik deze heb gelezen. Oh. Ik heb opgeschreven. Ik heb deze denk ik in 2017 of 2018 van de Biep geleend en gelezen. Het heeft mij zo erg geraakt dat ik hem in 2020 ook als fysiek exemplaar heb gekocht. Ja, dat weet ik nog wel. Want ik was dit boek toen aan het lezen. En ik heb zitten huilen. Niet normaal. Echt tranen met uit. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb hem daarna nooit meer herlezen. Wil ik eigenlijk wel heel graag doen. Vanzelfsprekend een 5-sterren boek. Dan hebben we Hartedief op pootjes. En niet per se het beste boek ooit. Maar dit boek heb ik rond laten gaan als traveling boek. Daar hebben meerdere meiden hebben hem gelezen. En er ook aantekeningen in gemaakt. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Dus daarom zou ik dit boek ook gewoon nooit wegdoen. Ik hoef hem niet per se nog een keer te lezen. Maar het feit dat al die aantekeningen erin staan is toch ja, een soort van herdenking. En daarom wil ik hem gewoon lekker graag in mijn kast houden. Dan hebben we De Drie Zussen van Auschwitz. Deze heb ik ooit als review exemplaar gekregen. Ik vond hem heel erg sterk, heel goed. Ik had hem toen 4 sterren gegeven. En ik dacht, dit is ook wel een boek wat ik ooit, misschien ooit, over 30 jaar of zo, ik weet het niet. Maar waarvan ik denk, die wil ik wel in mijn kast laten. Zou ik ooit nog wel een keertje opnieuw willen lezen? Nou ja, de titel en de cover spreekt voor zich waar het over gaat. Dan hebben we Het Meisje met de Half Ster. Deze heb ik onlangs gelezen, volgens mij in november, denk ik. Denk het wel, oktober of november. Prachtig boek, ik heb een 4,5 ster gegeven. Echt wel een van mijn nieuwe favoriete oorlogsboeken. Ondanks dat ik hem soms wat ongeloofwaardig vond. Maar ik vond het echt een heel mooi boek. Zeker een aanrader om te gaan lezen. Ook een oorlogsboek dus. Dan een van mijn favoriete boeken van 2023. Waar bloed bevriest. Ja, hier heb ik het vaker over gehad in mijn boeken. Ik heb hierin opgeschreven. Ik kreeg deze in februari 2023 van Laura. Ze twijfelde of ik dit boek goed zou vinden. Ik heb hem dezelfde maand meegenomen toen ik met papa op vakantie naar Ameland ging. Het grootste gedeelte heb ik in de jacuzzi gelezen. Ik vond het een onwijs goed boek en ik gaf hem 5 sterren. Leuk om deze briefjes zo in te hebben en dit af en toe te lezen. Ik heb die briefjes trouwens nog niet in alle boeken zitten. Zou ik eigenlijk nog wel moeten doen. Moet ik wat meer weer gaan bijhouden. Maar heel fijn om dit dan zo weer terug te lezen. Thriller. Achtervolgingsthriller. Maar gaat ook heel erg over de band tussen vader en dochter. Vond ik echt steengoed. Dan Confettiregen van Splinter Chabot. En dan zou je denken, waarom staat hij tussen mijn witte boeken? Nou ja, hierom. Het is nog een beetje wit. Deze heb ik denk ik... Wacht, ik ga gewoon weer kijken wat hierin staat. Ik heb dit boek in februari 2021 als audioboek geluisterd. Het was een van mijn favoriete boeken van 2021 en ik gaf hem 5 sterren. In november 2022 heb ik dit exemplaar in het Colophon gekocht. Waar Suzanne Muske en Marijke Vos toen aan het signeren waren. Oh, leuk. Ja, nee, dit was een limited editie. Ik had dit boek dus nog niet fysiek in mijn kast staan. Maar omdat ik hem 5 sterren had gegeven, wilde ik hem nog wel fysiek in mijn kast hebben. Dus... mooie editie. Ben ik blij mee. Dan hebben we een Unsinkable van Lotte van den Noord. Die heb ik gekocht in april 2021. Ik weet niet meer waar. Ik geloof dat hij ergens in een boekenbox zat. Ik heb hem in mei 2021 direct gelezen en gaf hem toen 3,5 ster. Dit gaat dus over de Titanic. Maar dan ook een beetje een complottheorie over de Titanic... Ik vond het verhaal heel tof, alleen de uitwerking soms iets minder. Maar ik zou hem heel graag nog een keertje opnieuw willen lezen. En ik zou hem zeker aanraden als je zegt dat je wel van de Titanic houdt, maar niet heel erg van lezen houdt. Ik denk dat je dit boek dan wel tof gaat vinden. Voor verdriet heeft niemand tijd van Monica Haak. Monica volgde ik... In het begin van Bookstagram, toen ik daar net mee begon, volgde ik haar op YouTube. Ik vond haar YouTube-video's echt fantastisch. Ik heb er altijd echt heel hard om gelachen. En zij was voor mij ook echt wel een inspiratie om zelf ook dit kanaal te starten. En ik heb hem in 2020 gelezen, toen hij net uit was. Een heel mooi young adult boek, echt geschreven voor middelbare scholieren. Heel erg sterk. Ik heb hem 4 sterren destijds gegeven. En volgens mij is hij ook gesigneerd, of niet?
Nee, alleen deel 2 is alleen het tweede boek van haar is dan denk ik gesigneerd. Dan Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl. Dit is in het Engels een van de eerste Engelse boeken die ik had gelezen. Maar ik vond hem wel echt heel erg goed. En ik wist dat ik het verhaal al heel erg tof zou vinden. Dus 1 en 1 is 2 laat ik ook sowieso in mijn kast staan. En hij is goud. Vind ik echt heel erg leuk. Dan hebben we Het Achterhuis van Anne Frank. Ja, dit is een boek waarvan ik gewoon vind dat iedereen die in de kast moet hebben staan. Dus vanzelfsprekend moest die ook in mijn kast blijven. Dan hebben we Oostwaarts van Yolanda Yvonne Clement. Ik heb deze toen als review-exemplaar gekregen. Het verhaal had echt heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat dit gaat over net na de Tweede Wereldoorlog. Maar dit gaat over een jongetje die de zoon is van een Duitse soldaat, geloof ik. Ja, hij is de zoon van een Duitse soldaat. En zijn moeder had dus tijdens de bezetting een relatie gekregen met een Duitse soldaat. En dat zorgt ervoor dat het leven van Heindert, het hoofdpersonage, dat jongetje, best wel zwaar was na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij kon er niks aan doen dat hij de zoon was van een Duitse soldaat in Nederland. En dan volg je het vanuit zijn ogen, dus vanuit kinderperspectief geschreven. Ik vond het een heel goed, heel sterk boek. Ik hoorde er niet heel erg veel over. Maar ik heb er wel echt van genoten. Dan hebben we De jongen die 10 concentratiekampen overleefde van Allan Gratz. Als je mij volgt weet je dat Allan Gratz echt wel een van mijn favoriete auteurs is. En dit boek, het is heel dun. Maar dit is heftig. Dit is zo heftig. Terwijl het gewoon een jeugdboek is. Maar ik vond hem echt heel heftig. Maar ja, dit De jongen die 10 concentratiekampen overleefde. Dat zegt eigenlijk wel genoeg waar het over gaat. Dan hebben we weer een 5-sterrenboek en dat is Vergeet mij niet van Jannie van der Molen. Dit gaat over Anne Franks vrienden en vriendinnen. En daar wordt ook wat meer over hun leven verteld. En ook over hoe zij Anne Frank kende en dergelijke. Ik heb dit toen als audioboek geluisterd, maar ik vond hem echt heel erg goed. En toen dacht ik wil deze ook als fysiek boek hebben. Dus toen heb ik hem als fysiek boek nog gekocht. 5 sterren. Dan hebben we het enige Colleen Hoover boek wat in mijn kast mag blijven staan. En dat is Verity. Ja, dit is een beetje een thriller. Ja, ik weet niet echt hoe ik dit moet doen. Het is in ieder geval best wel veel geheimen zitten erin. Er staat hier ook wiens waarheid is een leugen. Ik heb opgeschreven het eerste boek dat ik van Coho kocht en las. Ik bestelde hem online bij het Colophon toen ik ziek op bed lag en mijzelf heel erg zielig vond. Dat was in oktober 2022. Ik heb hem diezelfde maand nog gelezen. Het boek was erg goed. Maar het laatste extra hoofdstuk in dit deel is echt vreselijk. Toch wil ik hem wel nog een keer lezen. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Is echt wel genoeg. Dan hebben we Het meisje met de blauwe ster. Ik moet even mijn been anders zetten. Het gaat alweer slapen. Van Pam Jenoff. Ik kreeg dit boek in maart 2022 van uitgeverij Xander. Ik las hem in mei 2022 en was echt positief verrast. Echt een boek dat ik heel erg goed vond. Het had een hele tijd 5 sterren kunnen zijn. Tot het einde, dat vond ik een beetje over de top en ver gezocht. Dus ik heb hem uiteindelijk 4 sterren gegeven. Maar ik zou hem zeker nog een keertje willen lezen. Dan hebben we Sophia's Wens. Dit is deel 2 van de Kleuren van Schoonheid trilogie. Maar omdat ik ze op kleur sorteer in mijn boekenkast, kwam die nu even als eerste naar voren. Ik heb hem gekocht op 12 augustus 2023 in Antwerpen bij de Standaard Boekhandel. Eerst was ik samen met Patricia naar de Zoo geweest en daarna gingen we boekshoppen en pizza eten. En toen heb ik deze als souvenir gekocht. Dus er zitten ook nog eens hele leuke herinneringen aan. Maar ik wil hem sowieso in mijn kast laten, want ik vind de covers echt mooi en het verhaal is echt leuk. Ik moet even zorgen dat alles ook echt op kleur blijft staan, want anders krijg ik zo echt error als ik het weer in de kast wil zetten. Shira zit weer
die bedenkt dat ze naar buiten wil omdat de zon schijnt. Je ziet gewoon ook op mijn hoofd die schaduw omdat zij voor de zon zit. Hier. Dit niet doen, liefie. Ze is blij dat het vuurwerk weer voorbij is. Ik ben blij dat mijn moeder dood is. Hele heftige titel. Ook wel een heftig verhaal. Het is een memoires. Het is non-fictie. Ik was onwijs geïntrigeerd door de titel. Kocht ik dit boek. Ik wilde hem eigenlijk in Leiden kopen. Maar daar hadden ze hem nergens. Dus ben ik op de terugweg langs Broeze gegaan om hem daar te kopen. Ik heb hem gekocht in februari 2023 en gelezen in maart 2023. Dus ik heb hem vrij snel gelezen. Een van mijn favoriete boeken van 2023 ook. Dan hebben we De Hulp van Freda McFadden. En ik kreeg De Hulp in april 2023 van Patricia. Meteen diezelfde week heb ik hem gelezen. Fantastisch boek, 4,5 ster. Een beetje in dezelfde vibes als Verity. Het is een thriller die echt wel onder je huid gaat zitten en die je gewoon echt door wil blijven lezen. Je kan gewoon niet stoppen met lezen als je dit leest. Dan hebben we de Verborgen Apotheek van Sarah Penner. Je ziet hier ook opstaan. Het is een ongecorrigeerd leesexemplaar. Volgens mij is dit een van de eerste review-exemplaren die ik heb gekregen. Ik heb hem in maart 2021 gelezen. Heel erg van genoten. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Prachtige koffer. Ik zou hem zeker nog een keertje willen lezen. Deze heeft 2 verhaallijnen. Aan de ene kant Londen 1791 en aan de andere kant Londen in het heden. En in 1791 had je een vrouw die een verborgen apotheek had, want zij verkocht daar middelen zodat vrouwen hun man konden gaan vermoorden. Er waren toen best wel veel slechte mannen, die waren getrouwd met vrouwen en als die vrouwen aan hun man wilden ontsnappen, omdat ze zo'n slechte situatie hadden, dan gingen ze dus naar die apotheek toe om daar middelen te kopen om zo hun man te vermoorden. Het is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Er waren echt vrouwen destijds die zo'n apotheekje hadden, maar alles eromheen is gewoon fictie. Maar het was echt een heel fijn verhaal om te lezen. Dan hebben we The Last Beer, ook echt wel een van mijn favorieten van 2023. Ik heb deze van Patricia gekregen en ik heb zelf opgeschreven. Ik heb hem in september 2023 gekregen van Patricia als hart onder de riem met betrekking tot Fino. Ik heb hem direct in dezelfde maand gelezen. Het was een prachtig boek, 4,5 ster. En er zit een Amazon briefje bij en daar staat: lieve Chris, ik kan je verdriet niet wegnemen en hoop vanuit de grond van mijn hart dat alles in jullie voordeel zal uitpakken. Maar een boek helpt altijd, zeker zo mooi als deze. Ja, dat was toen Fino nog ziek was, toen ze nog niet overleden was. Maar dit boek heeft me echt laten huilen. Het was heel erg mooi. Het is een jeugdboek. Het gaat over een meisje en een ijsbeer en een vriendschap die ze opbouwen. Nou, dan hebben we de Engelse versie van Daar waar de rivier kreeften zingen. Where the Crawdads Sing. En je ziet het wel, ik zag deze koffer en ik dacht, I need it, ik wil dit. Het is zo mooi, ik vind het echt een hele mooie koffer. Dus ook deze staat in mijn boekenkast. Dan hebben we een boek wat echt ondergewaardeerd is. De Troostbibliotheek. Prachtig boek. Ik heb hem geen 5 sterren gekocht. Ik heb hem 4 sterren gekocht. Maar ik vond hem gekocht. Gegeven. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Maar ik vond het echt een heel goed, sterk boek. Het gaat echt over de liefde tussen boeken en de vriendschap tussen een oude man en een tienermeisje. Klinkt fout, is het niet. Het gaat echt over een vriendschap. Heel erg mooi. Eigenlijk zou iedereen dit boek moeten lezen. Het heet De Troostbibliotheek, maar het is ook echt wel een troostboek wat dat betreft. Dan hebben we Het Zoutpad van Rainer Win. Heb ik hier iets in gezet? Nee, ik heb hier nog geen briefje in geplakt. Ik denk dat we nu bij de boeken gaan komen waar ik nog geen briefje in heb geplakt. Wat ik op zich wel jammer vind. Want ik wilde het eigenlijk gewoon. Misschien dat ik die boeken zo even opzij ga leggen. En dat ik er straks alsnog even over na ga denken. Oh ja, wanneer heb ik die ook alweer gekocht of gekregen? En nog die briefjes ga opzoeken. Ga schrijven. Het Zoutpad is, het lijkt een roman, maar het is allemaal non-fictie. Omdat de auteur dit zelf ook allemaal heeft meegemaakt. Zij en haar mon Mot raken binnen een paar dagen alles kwijt. Ze verliezen hun huis en Mot blijkt een ernstige ziekte te hebben. En dan nemen ze het impulsieve besluit om de Southwest Coast Pad te lopen.
Dat is een tocht van 1000 kilometer door het oeroude verweerde landschap langs de kust van Zuid-Engeland. Echt. Ik had zelf zin om dat te gaan wandelen. Terwijl ik kan helemaal niet zo ver wandelen. En ik hou er ook niet van om zo ver te wandelen. Maar als je dit leest, heb je daar wel echt zin in. Het wordt echt heel mooi beschreven allemaal. Ja, leg ik nou even hier neer. Dan hebben we Toen de wereld nog van ons was. Och, dit boek heeft mijn hart. Het is echt een van mijn favorieten van 2022. Dit boek was zo goed, zo sterk, zo mooi. Een jeugdboek, maar dit blijft in mijn gedachten. En ik wil hem heel graag nog een keertje lezen. 5 sterren. Gaat over 3 jongeren die samen zijn opgegroeid. En uiteindelijk zijn er 2 Joods en eentje uit een NSB-gezin. En ja, je volgt ze eigenlijk alle 3. Heel heftig. Dan hebben we de Christmas Sorrows en de Naughty List. Deze heb ik echt vorige week gelezen rond kerst. Het was een prachtig boek. Heel leuk, heel mooi, Engelstalig. Maar ja, ik heb hem gekregen dus voor kerst. Ik heb hem daarna meteen gelezen. Het was echt heel erg leuk. Het is een jeugdboek, maar ook voor volwassenen heel erg leuk om te lezen. Moet ik even ruimte maken. Dan hebben we De laatste boekwinkel van Londen. Een boek wat ik geen 5 sterren heb gegeven, maar wel echt heel erg van heb genoten. Het is een prachtig boek. Het is een heel mooi boek. Een ontroerend boek. Ja, het is eigenlijk een beetje een historische roman over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan een beetje in een feel-good jasje gestoken. Wat dat betreft uniek, maar echt aanrader. Echt een aanrader om te lezen. Dan hebben we Wat ik wil voor kerst. Ik heb getwijfeld, ga ik deze in mijn kast laten staan, ja of nee? Ik heb hem natuurlijk afgelopen maand gelezen. Ik vond hem niet super super, maar ik vind de cover zo leuk. En misschien dat ik hem ooit rond kerst of zo nog wel een keertje wil gaan lezen. Dus ik dacht, voor nu mag hij in mijn kast blijven staan. Het kan zijn als ik ooit weer een keer grote opruiming ga houden, dat hij dan wel weggaat. Maar ja, ik vind de cover gewoon heel erg leuk. Een romcom is dit trouwens. Dan hebben we Zeis van Niels Schusterman. Dit eerste deel vond ik echt heel erg tof. Die heb ik volgens mij 4 of 4,5 ster gegeven. Heel erg van genoten. Ik vond hem echt heel erg sterk. En deel 2 heb ik daarna ook gelezen. Die komt later ergens nog, want die had een andere kleur. Die staat ergens anders in mijn boekenkast. En deel 3 heb ik voor kerst gekregen en die staat op mijn TBR. Dit is een dystopisch boek wat eigenlijk gaat over een wereld zonder honger, zonder ziekte, zonder oorlog, zonder lijden. En zonder de dood, want zelfs die heeft de mensheid overwonnen. En de enige manier waarop mensen gedood kunnen worden, wat dus wel moet om de wereldpopulatie in stand te houden, is dat ze gedorst kunnen worden door een zeis. En dan gaat het over 2 jongeren die worden uitgekozen om de opleiding tot zeis te volgen. Dan hebben we een prachtige koffer en dat is De daktuinen van Teheran van Mahbub Cherachi. En er staat hierop een onvergetelijk liefdesverhaal in revolutionair Iran. En dat zegt eigenlijk alles wel over dit boek. Het was echt prachtig. Het was echt, echt heel erg mooi. Dus ook deze mag in mijn kast blijven. Dan hebben we Eens in je leven van Marijke Vos. Dit was een feel-good boek en dat is echt zo ontzettend leuk. Het gaat over een vrouw en die wil gaan trouwen. En dan komt ze erachter dat ze al getrouwd is. En dan denkt ze, maar ik ben helemaal nooit getrouwd. Maar het blijkt dat zij ooit een keer voor de grap met een toenmalige vriend in Las Vegas is getrouwd. En blijkbaar is dat rechtsgeldig. En dan moet zij met hem weer terug naar Las Vegas om dat ongedaan te maken. Nou, je kan je voorstellen dat dat een heerlijk verhaal is. Dan hebben we Films die nergens draaien. Dit is een jeugdboek. Ik weet dat ik die toen ook had gekocht toen ik ziek was. Gelijk met Verity, toen ik mezelf dus heel erg zielig vond en allemaal online boeken ging bestellen. Dit gaat over Kato en haar moeder is overleden. En zij gaat werken in een soort van bioscoop. En daar kunnen mensen die iemand zijn verloren, kunnen dan een film gaan kijken waarin hun overleden dierbaren dus eigenlijk weer een soort van tot leven komen. En ja, dat is echt heel erg zielig. Echt tranen met tuiten gehuild met dit boek. Prachtig. Hey Shira. Shira komt ook even kijken.
Dan hebben we Lotte, Hanna en Emmy, Arnhemse meisjes in oorlogstijd. Dit gaat dus ook over de Tweede Wereldoorlog, maar speelt zich af in Arnhem. En dan heb je dus Lotte, Hanna en Emmy. En één komt uit een Joods gezin, één uit een NSB-gezin en één uit een gezin die in het verzet zit. En dat drijft natuurlijk een beetje een wicht tussen die drie meiden. En dan volg je eigenlijk de Tweede Wereldoorlog in Arnhem door hun ogen. Vond ik een heel sterk boek, maar ook vooral omdat de plekken voor mij natuurlijk allemaal heel bekend voorkomen. Dus echt wel een van mijn favoriete boeken. Dan hebben we De Pijn die wij verbergen, dus ook van Monica Haak. En als het goed is, ja, ik wou zeggen, deze is wel gesigneerd. Ook op naam gesigneerd door Monica. Ook echt zo'n young adult boek voor tieners die op de middelbare school zitten. Die zullen hier best wel veel herkenning uithalen, denk ik. Dan hebben we De Prins van Trots. Nee, De Prins van Toorn. Ik denk steeds dat De Prins van Trots deel 1 is, maar dat is deel 2. De Prins van Toorn. Deze heb ik gelezen, maar ik ga hem sowieso of dit jaar of misschien volgend jaar nog een keertje lezen. Want het is een trilogie en dit is deel 1. En Patricia en ik wilden in deel 2 beginnen, maar daar kwamen we gewoon niet in. Omdat we dachten, waar gaat het ook weer allemaal over? Dus dan gaan we eerst deel 1 herlezen. Dit is een fantasyboek over twee heksenzussen. Dan hebben we Mathilda van Roaldaal. Heeft denk ik ook geen uitleg nodig waarom deze in mijn kast mag blijven staan. Love It, dit was fantastisch. Ja, dit moet je gewoon in je kast hebben staan. Dan hebben we hier een boek. En ik kan me er helemaal niks meer van herinneren. Maar ik kan het ook niet over mijn hart verkrijgen om hem weg te doen. De Dust Jacket is ook weg. Maar dat is Stad van Bloemen van de Stravaganza serie. Dit heb ik vroeger als kind, heb ik deze ooit gelezen en gekregen. En ik zou werkelijk niet meer weten waar het over gaat. Ik weet ook niet meer of dit nou een deel 1 in de serie is of niet. Ik weet het niet. Maar ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om dit boek weg te doen. Dus hij blijft steeds maar gewoon in mijn kast staan. Met het idee dat ik hem ooit misschien nog wel een keertje wil gaan lezen. Maar nee, geen idee. Dan hebben we een boek wat ik onlangs heb gekocht en gelezen. En dat is Check and Mate van Ellie Hazelwood. Hij is sowieso prachtig, maar dit was fantastisch. Een beetje een sassy young adult verhaal over een meisje dat zich eigenlijk wil distancieren van de schaakwereld, maar er toch weer in terecht komt. En dan ontmoet ze dus de huidige schaakkampioen. En nou ja, allemaal hartstikke leuk. Heerlijk. Echt heerlijk. Dan heb ik Sophia's Hoop. Dus dit is volgens mij deel 1 van De Kleuren van Schoonheid trilogie. Dit gaat dus over Sophia Kroon. Zij leeft in Berlijn 1926. En ja, zij vlucht eigenlijk naar Parijs. En daar komt zij in de make-up wereld terecht. En daar wil ze eigenlijk als scheikundige gaan werken. Gewoon een lekker weglezen boek. Heerlijk. Ik heb deel 3 nog staan. Hier zo in mijn kratje van boeken die ik eigenlijk nog in 2023 had moeten lezen, maar niet heb gedaan. Ik wil hem wel binnenkort nog lezen, deel 3. Dan hebben we Achter Hoge Bergen van Emma Anna. Echt een prachtig boek. Deze is ook gesigneerd op naam. Ik heb deze van Patricia gekregen, want ze zei, Chris, ga dit lezen. Je gaat dit echt heel erg mooi vinden. En inderdaad, prachtig. Ik heb hem 4,5 ster gegeven. Ik zou wel meer van zulke boeken willen lezen. Een beetje smut zit erin, maar dat mag. Want dat past bij het boek. Maar het is gewoon een heel mooi liefdesverhaal. Ondanks dat ik daar normaal dus niet van hou. Maar dit is gewoon echt heel erg mooi en heel erg goed geschreven. En dan heb ik hier Cursed Crowns. Dit is deel 2 van de Twin Crowns serie. Deel 1 vond ik oké. Deel 2 vond ik een beetje moi. Maar hij mag in mijn kast blijven, omdat hij gewoon heel erg mooi is. Kijk even. Dit is echt wel een van de mooiste boeken die ik in mijn kast heb staan. De kleuren, de vibe, de tekening. Love it. Dus ja, ondanks dat ik het boek matig vond, volgens mij had ik hem 3 sterren gegeven, mag hij wel in mijn kast blijven staan. En ga ik deel 3 uiteindelijk ook nog kopen, omdat hij ook heel mooi gaat worden. Ja. Dat is voor nu weer even mijn stapeltje. Ik ga weer even een deel terugzetten. Ik ga weer wat nieuwe stapels erbij pakken. En dan gaan we daar nog even over kletsen. Want we zijn er nog niet. Oké.
Ik heb de stapels van net weer netjes opgeruimd. En ik ben nu weer omringd met nieuwe stapels. En dat zijn gelijk de laatste stapels. Dus let's go! In het vervloekte hart van Rima Ori. Dit is een fantasyboek van Nederlandse bodem. Ik vond hem heel erg sterk. Ik vond hem uniek. Speelt zich af in een soort van India/Surinaamse fictieve wereld. Ja, heel erg benieuwd. Er is een deel 2 waar ik heel erg benieuwd naar ben. En deze vond ik in ieder geval heel goed. En hij is heel mooi, dus deze mag in mijn kast blijven. Dan hebben we, ik heb ze even allebei gepakt, Cinder en Scarlet, deel 1 en 2 van de Luna Chronicles. Die heb ik dus afgelopen jaar gelezen. Ik heb deel 3 en deel 4 heb ik hier zo nog staan. Die wil ik eigenlijk binnenkort nog gaan lezen. Ik weet nog niet of dit een serie is die ik ga houden of die ik uiteindelijk weer weg ga doen. Maar ze hebben me positief verrast. Het is een soort van dystopische serie met cyborgs. En het zijn eigenlijk een soort van hervertellingen van sprookjes. Deze van Cinderella, deze van Roodkapje. Dus ja, wel leuk. Je moet er wel van houden. En of ik er echt van hou, ik vind het leuk, maar ik weet niet of ik het leuk genoeg vind om de series te houden. Dan hebben we De Verdwenen Steden van Shannon Messenger. En nu ik hem zo heb, denk ik misschien dat ik deze toch weg ga doen. Omdat deel 2 net uit is gekomen. En die ga ik denk ik niet lezen. Ik vind het een hele leuke serie. Het is een fantasy serie. Eigenlijk een jeugd fantasy serie. Alleen, misschien kan ik ze beter of van de bieb lenen of in het Engels gaan lezen. Want er zat 1,5 jaar tussen dit deel en het volgende deel dat uitkwam. En ik hoorde dat er ook niet echt een recap of zo in zat. Waardoor ik uiteindelijk ook niet meer weet waar het over gaat. Dus ja, ik denk dat ik deze toch weg ga doen. Met wel een beetje pijn in mijn hart. Want ik vond het een leuk boek. Ik heb volgens mij 4 of 4,5 ster gegeven. Maar ik ga niet die hele serie kopen en sparen, denk ik. Vooral omdat er dus zoveel tijd tussen zit wanneer ze weer vertaald gaan worden. En het is echt wel een lange serie. Volgens mij heeft hij meer dan 10 delen uiteindelijk. En daar heb ik geen plek voor. Dan heb ik hier ook deel 1 en 2, deel 2 van een serie. En dat is Dood de Vader en Dood de Engel. Ik vond het toffe boeken. Ik heb deel 3 hierachter ook nog staan. Ik weet niet of ik ze ga houden, in mijn kast ga houden. Want ik weet niet of dit boeken zijn die ik nog een keer ga lezen. Sowieso heb ik dat vaak bij thrillers wel, dat ik die niet echt ga houden. Zeer zeker vermakelijk om te lezen. Ook unieke thrillers zitten hartstikke goed in elkaar. Maar als de serie uit is, weet ik niet of ze in mijn kast blijven. Ja, op volgorde. Zo. Dan hebben we November van Thomas Oldeheuvelt. En deze mag sowieso blijven, ook omdat hij op naam gesigneerd is. Maar dit boek vond ik echt heel goed. Ik heb hem 4,5 ster gegeven. Het is een beetje een paranormale horror, als ik hem zo kan omschrijven. En dit gaat er dus over dat in een klein dorpje, daar zijn mensen eigenlijk 11 maanden per jaar helemaal gelukkig en alles gaat helemaal super. En dat de prijs daarvan is dat zij 1 maand per jaar alleen maar heel erg ongeluk hebben en dat alles misgaat en dat ze allemaal heel veel mentale problemen krijgen enzovoort. En om dat weer te verhelpen, om ervoor te zorgen dat die maand ook weer voorbij gaat, moeten ze iemand gaan offeren in het bos. Klinkt spannend, is ook spannend. Is heel anders, De Bibliotheek van Parijs. Deze heb ik volgens mij ook als review-exemplaar ooit gekregen. Ik vond hem matig, maar dat kwam meer omdat de achterflap niet echt overeenkwam met het verhaal. Dus ik wil dit boek ooit nog wel een keer een kans geven. Vooral ook omdat ik hem heel erg mooi vond en de koffer ook heel erg mooi vind. Dus daarom wil ik hem ook niet wegdoen. Dus ik denk dat ik dit boek gewoon ooit nog een keertje moet gaan lezen, maar dan gewoon even moet vergeten waar de achterflap over gaat. Dan heb ik Het kan ook nooit normaal van Lieke Hester. Dit zijn verhalen van een hoofdagent. Dus ik volg haar ook op Instagram. Ik heb haar toen gezien bij Bureau Burgwall. Ik vind het echt een topwijf. En zij vertelt eigenlijk wat zij als agent allemaal meemaakt in haar werk. En dan vertelt ze daarvan verhalen en anekdotes en dat allemaal. Leuk om te lezen. Dan heb ik hier Cumulus, deel 2 van Zeiss. Heb ik het net over gehad. Dus dit is deel 2.
Ik weet nog niet of ik uiteindelijk de hele serie ook in mijn kast ga laten. Dat hangt echt heel erg af van hoe goed ik deel 3 vond. Dan heb ik hier Eliane's Belofte van Fiona Valpi. Een eeuwenoud Frans kasteel is het decor van een grote liefde, tot de Tweede Wereldoorlog alle dromen wegvaagt. Deze heeft ook twee verhaallijnen. Aan de ene kant Frankrijk 1938 en aan de andere kant 2017. Ik vond hem echt heel leuk. Het was echt een heel goed boek. Verrassend goed boek. Heel erg van genoten. Dan hebben we De Boekhandel van Teheran. Een krachtig liefdesverhaal over verlies, troost en de speling van het lot. Een beeldend geschreven roman over de kracht van liefde in het sprookjesachtige Teheran van de jaren 50. Ik moest hierin komen. In het begin vond ik het veel te veel liefde, maar uiteindelijk snapte ik het helemaal, vond ik hem prachtig en baalde ik ervan dat ik er zoveel moest inkomen, omdat dat vooral aan mij lag en niet aan het boek. Heel erg mooi boek. Dan hebben we een van mijn favorieten van 2023 en dat is Parijs in september van Leila Meagam. Ja, dit gaat ook over de Tweede Wereldoorlog, maar dan een heel ander perspectief. Want dit gaat over een aantal Amerikaanse spionnen die worden gestationeerd in Frankrijk en die eigenlijk moeten proberen om de ideeën van de Duitsers te achterhalen en die te saboteren. En het verhaal gaat dan grotendeels over hun eigen vriendschap en wat zij dan meemaken. Prachtig boek. Dan hebben we nog echt wel een favoriet van 2023 en dat is Chaos en Rivier van Shelley Reid. Een opzwepend en meeslepend verhaal over vrouwelijke veerkracht. Het is een prachtige coming-of-age roman over een clandestine liefde en over verlies, familie, liefde en het vinden van een thuis. Als je houdt van verhalen met een heel sterk vrouwelijk hoofdpersonage, ga deze lezen. Echt, echt prachtig. Ik moest de eerste 100 bladzijden ongeveer echt wel inkomen. Maar daarna vond ik hem zo mooi, zo sterk, zo goed. En heb ik er echt heel erg van genoten. Dan hebben we Nooit meer hetzelfde van Suzanne Musquet. Kan de succesvolste relatietherapeut van het land haar eigen huwelijk redden? Dit is een, ja, ik zou meer zeggen een real good. Het is feel good, maar dan wel met een herkenbaar randje, maar waar je ook wel een traantje bij kan wegpinken. Dan hebben we Zolang jij maar bij me bent van Anne Isaaks. Die heb ik ooit gekocht in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Staat ook echt hier nog achter een sticker op. Toen was ik echt klein. Ik zat echt op de basisschool, denk ik nog. En toen heb ik dit boek gelezen. Die heeft heel veel indruk op me achtergelaten. Ik heb hem, denk 2 jaar geleden nog een keer herlezen. Toen dacht ik, ja, het is niet per se het beste boek ooit. Maar ik heb hier gewoon heel veel herinneringen aan. En daarom mag die zeker in mijn kast blijven staan. Oh, een van mijn favoriete boeken van 2022. Jij mag alles zijn. Prachtig. Echt prachtig. Dit boek is nog mooier dan de koffer. En dat zegt al heel erg veel. Het is eigenlijk een jeugdboek. Maar het is ook heel goed te lezen voor volwassenen. Het gaat over een meisje dat haar tweelingbroertje is verloren. En haar moeder is daardoor in een depressie beland. Ik heb hier blijkbaar wel een dingetje ingeplakt. Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat ik deze heb gekocht bij het Colophon. Ik had er al veel goeds over gehoord. De koffer en artwork is echt zo prachtig. Ik heb hem gelezen in september 2021 en hij stond echt in mijn top 10 boeken van 2021. Heeft 5 sterren gekregen. Heel erg mooi. Echt zo hard gehuild bij dat boek. Dan hebben we De Tweeling van Auschwitz. Ik weet nog dat ik deze heb gekocht toen ik niet dit jaar, maar dat jaar daarvoor in Antwerpen was. Ik dacht, dus een mooi dun boekje kan mooi mee terug in mijn koffer. En Eva en haar tweelingzus Miriam overleefden Jozef Mengele's onmenselijke experiment in Auschwitz. Dit is haar verhaal. Heel sterk verhaal. Echt een heel sterk boek. Dan hebben we A Wolf Called Wonder. Dit is ook een jeugdboek met hele mooie illustraties erin. En dit is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een wolf die eigenlijk een soort van, hij is nog een beetje een soort van pup. En dan wordt hij weggejaagd uit zijn eigen hol, zijn veilige omgeving.
En dan gaat hij echt heel ver lopen. Even kijken of ik het nog ergens kan zien hier hoe ver hij had gelopen. Hier, door de hele staat Oregon gaat hij heen lopen. En dit boek, je denkt, oh, het is een leuk verhaal over een wolf. Dit boek is hartverscheurend. Echt hartverscheurend. Iedereen gaat dood. Het is echt heel pijnlijk, maar wel heel mooi. Dan hebben we Beyond the Wand van Tom Felton. Die heb ik dus onlangs gelezen en uitgelezen. En dit is echt achter de schermen van het leven van Tom Felton, oftewel Draco Malfoy. Hoe hij in de filmwereld is beland en hoe hij dat allemaal ervaren heeft. Oh, een van mijn favorieten van 2023. En dat is Het Weeshuis in de Azuurblauwe Zee van TJ Klune. Fantastisch. Dit is echt een cozy fantasy. Dit is gewoon echt een cozy fantasy voor volwassenen. Met magische kinderen. En een verhaal wat je echt in je hart sluit. Een van de enige boeken ooit waar ik echt happy tears bij heb gehuild. Dit was echt prachtig. Nou, nog een boek wat echt een van mijn favorieten van 2023 is. En dat is De jongen die zijn vader naar Auschwitz volgde. Dit is het waargebeurde verhaal van het gevecht van een vader en zoon om te overleven. Zij hebben samen, volgens mij, na zes jaar in concentratiekampen gezeten. En dit is echt een non-fictieboek waar echt de laatste zoveel pagina's echt alleen maar naslagwerk en dergelijke is. Heel sterk. Een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen. Dan hebben we hier De Brief voor de Koning. En dit is de versie die ik als kind had. Er zit zelfs nog een briefje in van Kanoverhuur. Waar we ooit een keer op vakantie waren. Dus ik zal hem ooit een keer mee opgenomen op vakantie, denk ik. Maar ja, ik vind het een heel leuk verhaal. Maar aangezien dit ook echt mijn jeugdboek was, moet deze gewoon in mijn kast blijven staan. De jongen in de gestreepte pyjama. Ik heb hem als biepboek gelezen. En toen kwam ik hem afgelopen zomer op een boekenmarkt tegen voor 1 euro. En toen dacht ik, ja, dit kan ik niet laten liggen. Dus deze heb ik meegenomen. Misschien ken je hem als The Boy in the Striped Pyjama's. Dit is ook een boek over de Tweede Wereldoorlog. En de 9-jarige Bruno verhuist met zijn familie naar een plek ver weg. Dat blijkt het huis naast het kamp Auschwitz te zijn. Zijn vader is commandant daar. En hij heeft het idee van, maar er leven allemaal mensen in een gestreepte pyjama. En wat is dat van soort van boerderij? Wacht, even Shira helpen. Kom eens hier. En dan sluit hij vriendschap met een jongetje achter het hek. En het is hartverscheurend. Dan heb je, misschien moet je iets lager mikken, een verhaal over armoede en kansongelijkheid. Dit boek is eigenlijk van mijn ouders, dus die moet nog terug. Dus ik weet niet waarom hij in mijn kast staat. Maar ja, misschien dat ik deze nog wel aan collega's ga uitlenen of zo. Het laatste boek van 2023 die ik heb uitgelezen. En dat is Zo lang de citroenbomen bloeien. En het is een prachtig, maar indrukwekkend en ontroerend verhaal. En het doet gewoon zoveel pijn als je dit leest. Echt je hart breekt. Echt je hart breekt. Het is echt verschrikkelijk. Zolang de citroenbomen bloeien is een indrukwekkend debuut over de verwoestende Syrische burgeroorlog en de kosten van een revolutie. Katou weeft wanhoop, geluk en verdriet samen tot een diep menselijk en schrijnend verhaal en laat zien dat zelfs tussen de brokstukken van de oorlog hoop en liefde kunnen bestaan. Nou, beter kan ik het niet omschrijven. 4,5 ster gekregen, ik ga hem zeker nog een keer lezen. Prachtig. Dan hebben we hier De Brief voor de Koning, maar dan de Geef een Boek cadeau editie. Omdat ik deze toch net ietsjes fijner vind lezen dan die grote dikke paperback. Deze was 3 euro toen volgens mij voor de Geef een Boek cadeau actie. Dus ook die mag wel in mijn kast blijven staan. Dan heb ik De Tulpenjongen. Ik heb geen idee meer waar of wanneer ik dit boek heb gekocht. Het is een jeugdboek, gaat over net na de Tweede Wereldoorlog. En dan worden kinderen die worden dan naar Scandinavië gestuurd om daar weer aan te sterken na de hongerwinter. En dit is eigenlijk het verhaal van één zo'n kind daarvan. De auteur daarvan, de opa, heeft dat ook zo meegemaakt. Dan heb ik Thuis draag ik bij me. Dit gaat ook over Syrische vluchtelingen
Het is een eerlijke en menselijke vertelling van de situatie waarin vluchtelingen zich begeven. Het grijpt je bij de keel en laat je niet meer los. Nou ja, prachtig omschreven. En dan heb ik een van mijn favoriete boeken aller tijden. En dat is Noem Geen Namen van Astrid C. Dat is een aangrijpende roman over drie moedige jonge vrouwen die met gevaar voor eigen leven Joodse kinderen redden. En dit gaat dus over de Joodse Schouwburg en dat eigenlijk alle Amsterdamse Joden daar eerst werden gebracht. Voordat ze naar Westerbork gedeporteerd werden en voordat ze natuurlijk uiteindelijk verder gedeporteerd werden. Heel goed, heel sterk boek. We zijn er nog niet, jongens. Hebben jullie nog eventjes? Dit wordt een lange video. Terwijl ik echt kort en krachtig ben overal over. Oktober, oktober. Dit is een Engels boek. Deze heb ik met Patricia gekocht toen we in Amsterdam samen waren. Ik zag deze koffer en ik dacht, die moet ik hebben. Patricia heeft hem ook gekocht. We hebben hem samen gelezen en het was echt, echt prachtig. Heel erg van genoten. Dit gaat over het meisje Oktober en zij leeft met haar vader in de bossen. En dan op een dag krijgt haar vader een ongeluk en dan moet zij eigenlijk, haar vader gaat naar het ziekenhuis en zij moet bij haar tante in de stad gaan wonen. Dat is natuurlijk een hele cultuurshock voor haar. En daar lees je over. Heel mooi boek. Dan hebben we Buiten is het oorlog. Ik weet niet waarom hier nog een sticker op zit. Die moet er eigenlijk nog vanaf. Maar dit is een, eigenlijk een soort van voorleesboek over het verhaal van Anne Frank. Dus echt voor kinderen daarin bedoeld. Ik heb deze gekocht toen ik met Patricia in het Anne Frankhuis was. Ik dacht, dan moet ik daar deze kopen. En ik heb er toen ook een bijpassende boekenlegger bij gekocht. Vanuit het Anne Frankhuis. Dus die laat ik ook echt in dit boek zitten. Zeker een aanrader voor kinderen om bekend te worden met het verhaal van Anne Frank. Dan heb ik hier het Walvistheater. Staat hier op. Ja, hier staan quotes op. Maar daar kan ik wel wat van voorlezen. Een epische reis vol onverwachte wendingen met personages die je wel in je hart moet sluiten. Geschreven met diepe empathie, humor en menselijkheid. Dit is het soort boek dat je elke seconde van de dag wil lezen totdat je het uit hebt. Het heeft alles in zich om een klassieker te worden. De oorlogsscènes behoren tot de beste die ik ooit heb gelezen. Ik vind het moeilijk om wat over dit boek te zeggen, omdat het aan de ene kant echt een favoriet boek van me is, maar aan de andere kant ook een heel taai boek. Maar het was prachtig. Dit is echt een literaire roman. Je moet ervan houden. Het is soms een beetje taai, maar heel mooi. Echt heel erg mooi. Net zo mooi als de koffer. Dan hebben we hier deel 1 van Twin Crowns. Die is niet zo mooi als deel 2. Maar ik dacht, ja, als ik deel 2 ga houden, ga ik deel 1 ook wel houden. Dus die mocht ook in mijn kast blijven staan. Is dus een fantasy serie. Over twee tweelingzussen die bij de geboorte uit elkaar zijn gehaald. En dan gaan ze eigenlijk een soort van plek wisselen. En dan komt er een soort van strijd. Wie gaat uiteindelijk de kroon dragen? Hier ben je veilig. Ook een van mijn favoriete boeken van 2023. In een wereld waarin zij geen bestaansrecht meer lijken te hebben, verbergt een Joodse groep vluchtelingen zich in de wildernis. Deze prachtige roman vertelt het waargebeurde verhaal over het lot van soms grote groepen ontsnapte Joden die zich in de wildernis in leven wisten te houden dankzij hun overlevingsinstinct en sterk gevoel van saamhorigheid. Prachtig boek. Echt loved it. Vond echt fantastisch. Oh, Motje. Ach, mijn Motje, mijn Motje, mijn Motje. Dit is echt een van mijn favoriete boeken van 2022. Mot en de Metaalvissers is een origineel en betoverend verhaal dat zich net niet in onze wereld afspeelt. Over rafelrandjes van de stad, over jezelf kunnen zijn en over roest, heel veel roest. Dit gaat over Mot en Mot die wordt metaalvissers, is nog een jong meisje. 11 jaar is ze. En dan vindt ze een duikboot en daar beleeft ze avonturen mee. Prachtig. Och, dan weer een van mijn favoriete boeken aller tijden. Het Hoge Nest van Roxane van Ypres. Dit is een non-fictieboek. Even kijken. Het waargebeurde verhaal van twee Joodse zussen in het verzet. Een onderduikvilla in het Gooi en het onvermijdelijke verraad. Even kijken wat de reviews zeggen. Zonder af te doen aan de feiten heeft Van Ypres een duizelingwekkend en meeslepend verhaal geschreven waar je je niet uit los kunt maken.
Een boek dat in je hoofd blijft rondspoken en dat je nog dagen op het internet doet rondzwerven om nog meer aan de weet te komen over de indrukwekkende hoofdpersonen. Eén van de beste boeken van nu. 100% mee eens. Echt. Het is non-fictie. Soms voelt het een beetje als een roman. Het is echt een meesterwerk dit. Dan heb ik een hele mooie editie en dat is Het Oneindige Verhaal. Die heb ik volgens mij in 2022, vorig jaar, voor kerst gekregen. En ja, The Neverending Story. Ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel zullen kennen. Het is een soort van fantasieverhaal en het gaat over een jongetje in de echte wereld. En die wordt gepest en die steelt dus het boek Het Oneindige Verhaal. En dat gaat hij lezen en dan komt hij eigenlijk zelf in het verhaal terecht. En dan lees je dus ook wat hij meemaakt in dat verhaal. Heel uniek, heel tof, fantastisch om te lezen. We zijn er bijna. Dan heb ik De Groene Mijl van Stephen King. De film is fantastisch, het boek is ook fantastisch. Een van mijn favoriete boeken van 2023. Ja, dit gaat over een gevangenisbewaarder die werkt op de Groene Mijl en dat is de, hoe heet dat ook alweer? Hoe heet dat nou? Waar mensen te dood worden veroordeeld, zeg maar, in dat deel. Dat ze uiteindelijk naar de elektrische stoel gaan. En dan wordt er een man binnengebracht die niet heeft gedaan wat ze zegt dat hij heeft gedaan. En die man die heeft ook een beetje een soort van magische krachten. En echt prachtig verhaal. Echt prachtig. En zo goed geschreven. Echt zo goed. Dan heb ik hier De Nachtegaal van Kristin Hanna. Het uitbreken van de oorlog drijft twee zussen uit elkaar. Mag je je familie in gevaar brengen om levens te redden? Ja, het is echt een verhaal voor de Tweede Wereldoorlog. De hele Tweede Wereldoorlog wordt hierin beschreven. Ik vond hem goed, niet helemaal de hype waard, maar ik zou hem wel nog een keer willen lezen. Omdat ik dan weet dat mijn verwachtingen wat lager zijn en dat ik er dan misschien meer van kan gaan genieten. Maar het was zeker wel een goed boek. Dan heb ik Sluit alle deuren van Riley Sager. Dit was echt een verrassing. Dat was echt wel een verrassing van 2023. Ik wist niet zo goed wat ik ervan kon vinden. Omdat het een beetje gaat. Het lijkt te gaan over een beetje een haunted gebouw. Hoofdpersonage wordt appartementoppasser. En er blijken rare dingen te gebeuren in het appartement. Het was een heel verrassend plot. Was echt, ik vond hem echt heel goed. Dan hebben we hier De Safe Echtgenote van Evelyn Hugo. Ik was in eerste instantie niet heel enthousiast en toen ging ik verder lezen. En hoe verder ik ging lezen, hoe enthousiaster ik werd. En uiteindelijk vond ik hem toch heel erg goed. Dus ik zou hem heel graag nog een keer willen lezen. Omdat ik denk dat als ik dit boek voor een tweede keer ga lezen, dat hij dan wel een 5 sterren gaat worden. Ja. Even kijken, staat hier op waar het over gaat. Even in het kort. Ja, een beetje Hollywood glamour. Een vrouw die vertelt, jaren later, als ze al oud is, vertelt ze eigenlijk over haar leven. Ze heeft 7 echtgenoten gehad. En daar zit eigenlijk wel meer achter dan wat de buitenwereld allemaal weet. Dan hebben we nog Koningin van de Onderwereld van Bea Fitzgerald. En de mythe is 1000 jaren oud. Hades ontvoert Persephone om haar tot zijn bruid te maken. In haar radeloosheid laat haar moeder de aarde langzaam sterven. Maar dat is een leugen. Het echte verhaal is veel interessanter. Dit is een hervertelling op dus het verhaal van Hades en Persephone. Ik vond hem echt wel heel erg tof. En ik vind vooral de koffer heel erg leuk. En er komen dus nog meer boeken van deze serie. En die zullen allemaal zo'n achterkant krijgen. Dus vooral daarom wil ik hem in mijn boekenkast laten staan. En dan hebben we een uur later, sorry jongens, het laatste boek. En dat is Hoe vermoord ik mijn familie? Ja, echt heel leuk. Je familie heb je niet voor het kiezen, maar je kunt ze wel vermoorden. Het hoofdpersonage heeft een aantal van haar familieleden vermoord. En in dit boek kom je erachter waarom en hoe ze dat heeft gedaan. En het is soms echt op gruwelijke, maar ook hilarische wijze gedaan. Ik heb echt heel hard gelachen bij dit boek. Je moet ervan houden. Het is een thriller. Maar ik vond hem echt, ja, ik vond hem gewoon echt hilarisch. Echt heel erg grappig. Dus, dat zijn alle gelezen boeken die in mijn kast mogen blijven staan. Het begint lekker hard te hagelen buiten. Ik weet niet of je het hoort.
Zoals ik al zei, ik moet echt een selectie maken. Ik heb ondertussen natuurlijk al veel meer boeken gelezen dan dit. Maar ik moet een selectie maken tussen wat kan ik in mijn kast laten staan en wat niet. Omdat ik gewoon verder geen plek heb in mijn huis. Dus ja, soms moet ik mijn pijn in mijn hart er weer een paar uithalen. Omdat er natuurlijk ook steeds meer bij gaan komen. En alles in deze kast is dus nog ongelezen. Dus die moet ik nog lezen. Dus misschien dat ik over 2 jaar of zo wel nog een keer zo'n video ga opnemen. Ik ben benieuwd, vonden jullie dit een leuke video? Laat hieronder even weten welke van deze boeken je hebt gelezen, je wil gaan lezen. Wil je nog iets anders leuks erover kwijt? Laat het allemaal weten. Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!